NPS-parlementariër Patricia Etnel heeft gisteren op haar Facebookpagina aangegeven wat het verschil is tussen de eerste COVID-19-wet die een resolutie was en de tweede die daadwerkelijk een wet is geworden. De resolutie die eerder was aangenomen gaf de regering niet de ruimte om de maatregelen daadwerkelijk toe te passen, omdat dat in strijd was met de grondwet. In de grondwet staat bijvoorbeeld aangegeven dat niemand aan de vrijheid van de mens mag komen. Het was dus belangrijk om de wet zodanig aan te passen dat het niet in strijd was met de grondwet. Dat is inmiddels gebeurd en de regering kan nu wel optreden tegen burgers die zich niet houden aan de COVID-maatregelen. Er is een verschil. En waar ligt het verschil? We weten dat bij een burgerlijke uitzonderingstoestand, dat hebben we vanaf toen gehad bij die COVID-wet. Het was een burgerlijke uitzonderingstoestand. Is het zo dat de grondwet aangeeft dat wanneer jij een burgerlijke uitzonderingstoestand afkondigt, dat wanneer het komt op de grondrechten van de burgers die vervat zijn in de grondwet, dat alle beperkingen die je wenst te nemen als een regering en als parlement, dat je ze bij wet moet regelen. Dat wil zeggen, je mag geen resolutie uitvaardigen en daarin de beperkingen opnemen. Dat mag niet. Je moet ze uitdrukkelijk in de wet opnemen. En wanneer we kijken naar de vorige COVID-19-wet, dan zagen we dat dat gedeelte er niet was. De beperkingen van de vrijheden, of tenminste de beperkingen van de grondrechten van de burgers, waren niet in de wet opgenomen. Wat ertoe leidt dat wanneer je eigenlijk als een regering of als staat maatregelen of sancties wil heffen voor handhaving, de burgers het eigenlijk niet hoeven op te volgen. Etnel zei verder dat toen de resolutie werd aangenomen in het parlement, het nieuw was voor een ieder. En pas nadat juristen erop hadden gewezen dat de resolutie geen kracht had, is men zich verder gaan verdiepen. Laat me eerlijk zeggen hoor, ik toen de eerste keer toen die wet werd aangenomen, was het voor mij ook allemaal nieuw, omdat het ook zo snel is gegaan. Ik heb daarna de discussies gevolgd van met name de heer Gaetano Best, een van onze deskundigen in Suriname, als het gaat om wetgeving en rechtsgeleerde visie en kennis en wijsheid, zo nam het zo noemen. En ik heb gezien dat hij vaak stukken hierover heeft geschreven in de krant en tenminste heeft gepubliceerd. En daarna ben ik de zaken goed gaan bestuderen. En toen we deze wet kregen, ontwerpwet, ben ik de grondwet beter gaan lezen. En toen heb ik gezien van, hey, als je dit en dit en dit samenbrengt, moet je dit als resultaat krijgen. Dus, bij een uitzonderingstoestand is het sowieso dat je aan die burgerrechten komt. Aan die grondrechten van die samenleving of van die burgers. Dus, het moet in de wet, zoals de grondwet dat schreef. NPS-parlementariër Patricia Etnel. Ze legde het verschil uit tussen de eerste COVID-19-wet en de tweede.